Nou moeten we... Nee, niet houden in de brand zetten. Ik was even vergeten dat we een houten hut hebben. Oké, waar gaan we uitkomen? Ben je er klaar voor? Waar gaan we uitkomen? Ella, be ready! Ho! Wauw. Dit is vet droog. Oké, het is weer tijd voor Minecraft Ultimate Survival. We veranderen de naam, want blijkbaar verdien je met hardcore in de titel helemaal geen geld op Minecraft. Nee, en dat is wel een beetje een shame, hè? Gaan jullie er niet te veel mee lastigvallen, maar het viel me letterlijk op dat ik in verhouding echt met dit gewoon niks verdien. Maar gewoon waarschijnlijk door het woord hardcore. Oh, dat staat er in huis. Nee. In huis? Ja, in huis. Oké, de regels zijn simpel. Als er één doodgaat, stopt hij met de serie. Als Jamie doodgaat, stopt hij met de serie. Als ik doodga, stop ik met de serie. Ja, easy. Oh, map hem op zijn tenen, map hem op zijn tenen. Oh, nee, help! Ik hem! Was je bijna dood? Ik was bijna dood. Zo! Ik was bang. Ja, Enderman is best wel sterk. Vooral op de moeilijkste moeilijkheid van de moeilijkste moeilijkheden. Oh, super extreem. Oh. Ja, het idee is heel simpel. You die, you lose. Dit is eigenlijk gewoon survival. Ik ga het woord ook gewoon niet meer zeggen. Weet je? Nee, maar YouTube is gewoon heel lastig aan het doen nu. Dat vind ik gewoon niet eerlijk. Weet je wat ik even wil maken? Wat heb jij gemaakt? Oeh, nice. Die heb ik nog wel. Oké, het plan is als volgt voor mijn aflevering. Een diamond hatchet. Are you listening, my friend? Ja. Plan voor vandaag, plan de campagne, is eigenlijk dat wij de Nether in willen. Wij willen die race doen naar die end, oké? In de moeilijkste survival ooit. Nog een woord wat ik gewoon niet ga zeggen. Hey, YouTube, jongens, luister, YouTube is echt heel erg spottuurig. Maar goed, zullen we dat doen? Zullen we de Nether ingaan? Dat gaan we zeker doen, ja. Zullen we dan eerst even... Hebben we vlees? Zullen we eerst even vlees fixen? Ik kan wel van brood hanken. Ik hou al van een boterhammetje, maar... Ja, man. Ja, laten we brood fixen. Ik zeg hier, alles is klaar. Ja, het moet sowieso even gereseed worden, toch, hè? Oh, yes. Oh. Oh, jazeker. Niet iedereen wil jouw wiet. Ik ga ook gewoon aardappeltjes bakken, oké? Dan ga je aardappeltjes eten. Ja, oh, nee, ik heb rosbief opgepakt. Rosbief. Lekker rosbief. Lekker stukje fly. I plant the potato. Het is ook gewoon donker, we zijn gewoon aan het werk. Dat is een hard werk. Moment van de dag. Buren stoppen nooit meer naar mijn arbeid. Nee, boeren rijden de straat op met trakkers. De snelweg. Op de snelweg. Waardoor broeder een uur in de file staat. Je bent knettergek. Helemaal knetter. Nee, ik snapte. Dat kan je toch gewoon niet maken eigenlijk. Kom op. Nou, ik snap waarom ze het doen. Ja, maar kom op. Iedereen komt te laat op werk. Ja, letterlijk iedereen. Stel dat je naar het ziekenhuis moet. Stel, omdat je ik wou zeggen. En dan stel, staat je zit in een ambulance. Een boerhemoptocht op de snelweg. Ja, ambulance in de file. Nee, daar ben ik het ook mee eens. Oké, ik snap dat ze een punt willen maken en dat is ook heel belangrijk. Maar ja, maar kom op. Nee, er zijn zo... Ook gewoon heel veel bedrijven. Stel, ik had een groot bedrijf waarvan ik gewoon, weet ik veel, je loopt veel geld mis ook dan, hè. Ja, tuurlijk. Omdat iedereen 2 uur te laat is, chaos, rep en roer. Ja, sorry, maar in de productie kun je dat echt niet maken. Kom op. Nee. Ja, dat is okay, dat is een leuk onderwerp. Top. Ik stond in ieder geval vast bij Roeders. Ik moest net die ene dag naar Amsterdam. Jullie hebben er vast wel meegekregen, langs de file ooit. Het ding is dus, wij hebben nu at the moment 10 obsidian. Is dat genoeg voor een portal? Dat laten we even uitrekenen. Wij dachten 11. 1, 2, plus 3 is 5, plus 3 is 8, plus 2 is 10. Oh. Ik zei het toch, pancake? Noem je me nou een pannencake? Wow. Ja. Bruh. Oké, dan gaan we gewoon bouwen. Maar dan wordt hij wel klein. Maar dan moeten we wel even een flint en steel hebben. Dan wordt hij wel klein, though. Ja, hoezo moet hij klein zijn? Het moet niet klein zijn. Hoezo moet hij groot zijn? Big juicy watermelons. Kijk, we kunnen gewoon eerst even efficiënt gewoon de Nether in gaan. En later kunnen we optisch mooi maken. Ja, dat klopt. Waar wil je hem plaatsen? Wat als we een Nether room doen? Wat nou als we een verdieping erbij bouwen en daar een Nether portal in bouwen? Ik zit even te kijken hoe je ook eens een flinter... Oké, ik heb een flinter steel gemaakt. Ik heb er ook gewoon één in mijn inventory, dat zei ik net volgens mij. Ik heb er nog één gemaakt. Top! Dank dus, je. Dus, zullen we een verdieping erop bouwen en daar een Nether portal in doen of gewoon buiten? Oh ja, elke aflevering een verdieping, hè? Verdiepingje. Maar hebben we nog genoeg stenen? Oh ja, ouwe, kunnen we makkelijk! Ouwe. Ja, gewoon. Maar doen we de enderport ook echt in de kamer? Want dat is wel een beetje droog. Oh, dat is wel leuk, ja. Wel, toch wel? Oké. Ja, maar dan kunnen we gewoon iets een hogere verdieping maken. Dit is een special edition aflevering, Special afflictions. Er komen 2 hogere lagen in de verdieping. Oeh, kan hij niet over het raam inbouwen? Nee! Oh nee, we hebben een technisch probleempje. We hebben een technisch probleem. Maar we kunnen een alternatieve trap bouwen. Ja, maar ik wil niet dat het ten koste gaat van die mooi geplaatste fakkels. Nee, maar dat hoeft niet. Als je hier gewoon een andere trap bouwt, gewoon echt letterlijk een trap.
Ja, ja, nee, ja, ja, da, ja, 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 is misschien wel leuk. Ja, oké, okay, vooruit, Jezus, neef. Nou, kijk, dit wordt zo mooi, hoor. Allemaal 500 verschillende soorten hout. Maar dat kun je waarderen, toch? Oh, ja, zeker, dat is modern. Dat noem je modern, inderdaad. Kijk, jij snapt het tenminste. Sommige van mijn kijkers hebben nu zoiets van, gadverdamme. Rudy, dat is zo lelijk. Oh, lelijk, wat ben ik aan het doen? Ik zag echt, sorry jongens, ik heb een hele lange dag gehad. Als ik overkom als een niet-waardige survival Minecrafter, zoals... Houthakken met mijn duim en pickaxe. Het spijt me, oké? Okay? Het is de stress. De stress van het leven. Oh, diamond. Ik ben het compleet aan het verpesten, joh. Wat gebeurt hier nou weer? Eet van de serie van toren van 1000 blokken, hoor. Nee, joh. Denk je echt dat we zo lang gaan overleven? Oh, ja, zeker. Waarschijnlijk bij de volgende aflevering ga ik compleet dood. En dan stopt hij op mijn op mijn kanaal. En dan zit ik hier dagenlang torens te bouwen. En ik zit hier alleen. Torens te bouwen. Yo, kunnen we dit niet met geverfd glas doen? Met rood geverfd glas of zo? Oh ja, zeker. Maar we die. Ja, sick. Sick brother. Yeah, I'll fix that. Ik fix the die. Het gaat zon! Het gaat zon. Lekker Nederlands, Jamie. Ah, Nederlandisch. Zeer goed. Kijk dan, we hebben gewoon een portaaltje. Zo. Nee, we gaan hem nog niet openen, oké? Okay? We doen nog even rustig. Nee, nog niet. Ja, ja, oké, okay, nog niet. Ik ga even die dice fixen, houden. Ja, doe. Waarom noemen we het niet gewoon Minecraft The Tearing in plaats van Minecraft The Tearing? Ja, ja. Ik het weet kan. Niet hoe YouTube dat doet opvallen. Ja, maar dan staat er eigenlijk gewoon datering, weet je wel. Wat is een datering? Ja, wat is datering dan weer? Ja, niks. Helemaal ja, niks. Ik weet wat we bedoelen natuurlijk, maar de YouTube denkt van, de daring. Ja, wat is de daring. Ja, nou ja. Ja, niks voor YouTube. Het is gewoon een doodnormaal kindvriendelijk. Wow, waar is alles over? Is op buiten. Wow, bamboe fikt wel echt snel op, ja. Ja. Wow, ja. Dit is echt een waardeloos stookmiddel. Ja, dat zeg je toch. Hey, yep. Nou, hij wikt ook weer, hè. Wij zijn inmiddels de Minecraft-pro's, hè? De kijkers niet meer. Nee, kijkers weten hier helemaal niks van, hè, kijkers? Ja, die snappen niks van Minecraft, toch? Die zitten nu echt mij aan te kijken, zo van, Rudy. Ik ben opgegroeid met Minecraft. What are you even talking about, man? Nou, dit is de... Hoe noem je het ook weer? Oh ja, de netherverdieping. De netherverdieping. Oh my god. Ja, heb je nou die glass panes? What the fridge? Ja, jij moest glas. Jij bent ja, maar glas, jij man. Zei ik had glas en ik zocht glas. Nee, die ligt er in de kist. Ja, hier. Welke stink... Deze onderste. Ja, maar het is ook gewoon doorzichtig, dus ik zie het niet. Ha, oké, okay, deze kamer. Ja, we hebben genoeg glas. Dat glas kan ik verven wanneer het pas staat, hè? Nee, kan je ook eerder verven, toch? Is dat een ding, dan? Oh, welke kleur? Ja, we hebben niet echt veel keuze qua kleur. Ik ga gewoon nu even de nacht tegemoet. Hello, spider. Oh. Don't do this. Wat ga je nou doen in de nacht? Ja, ik ga gewoon even cool doen, man. Een beetje spelen met vuur, weet je wel. Ja, kan wel, hier. Maken we ze geel? Maken we gele dice? Ja, welke kleur? Oh, je hebt geel. Ja, geel. Auw, kak. Mijn nek. Ja, maar die zijn wel irritant. Maar geel is niet zo mooi. Oh, er zijn heel veel van die boogskeletten. Jee! Hij is dood. Kom hier dan, joh. Oh, man! Ik wil rood eigenlijk, man. Oh, kijk, wow, die knockback! Yo, gek, moet je niet springen. Oké, okay, ik heb dit gekild. Pas op. Zombie. Oh, die kamer. Dat is een G. Oké, ik zie rode bloemen. Laten we die pakken. Dat is denk ik het vetste voor de nether groen. Ja, doe maar. We hebben wel wat nodig. Is er vet cool, veel bloemen eigenlijk? Ja. Zambo! Zambi. Ik hoor nog iets. Oké. Okay. Daarachter zijn nog meer rode bloemen volgens mij. Ja, creeper. Oh, die loopt. Oh, wow, die ontploft snel! Wow, gek. Kom maar allemaal! Alweer een spin in mijn nek. Wow, damage! Wow, weg. Wow, ik heb druk, man. Niet doodgaan. Open. Zo. Dan komt de kinderzombie aan. Ja, die zijn irritant. Die damage is niet normaal, man. Oh, daar ben ik even niet meer gewend. Oh. Ga terug. Ik retreat. Help. Er zijn echt heel veel zombies hier. Met een zwaard ook. Oh, het zijn kom er terug. Echt, het zijn er echt veel. Het zijn er echt veel. Hit. Kom terug. Oké, oké. De aardappel in. Komt de kip. Correct. Stink zombie. We gaan. Blijf buiten de... Ik kill hem. Stink 360. Man, open hem. Yeah. Open hem! Oké. Nou, dat was hem. Kijk ze allemaal komen hier dan! Ah, jongens, ik vind het niet fijn dat jullie hier een ik ben met een deur! Bruh. Hey, kom hier dan. Nou moet je komen, hè? Dan moet komen dan, joh. Ja, dan moet ik komen. Wow. Kijk, als ik nou weer even pijn boven met Infinity had. Ja, echt hoor. Ja, pas op, ik zweer. Zo, nou, ik heb 64 red windows. Of red glass panes. Oké. Okay. Dat is wel low lijp. Ik moet het dak trouwens weer even vol fakkelen. Oké, okay. Ik heb iets vets gemaakt, denk ik. Huts. Is dit vet? Zullen we eens een strook, of is dit... Of moeten we het breder of gekker maken? Ik vind het wel vet. We kunnen ook die fakkels in het midden en gewoon drie strokes doen. Snap je wat ik bedoel?
Dus hier ook nog. Oh, zo ja. Dat is misschien wel dope. Ah, alleen nee, laat die dan oneven. Of dat die niet helemaal doorloopt. Dus gewoon drie stukken glas. Oh ja, dat is wel sick, denk je. Oh man, ik ben echt net wakker. Oké. Dus zo bedoel ik. Ja. Oh, nou is wel de vraag of die. Nee, dat sluit zo niet aan de buitenkant op deze manier. Maar ja, dit kan, I guess. Het kan. Right, het kan. Als jij hier even mee hebt hakken, dan zou ik dat enorm worderen. Oké, dope! Is die nog klaar? Nee, zo 100%. Glas te weinig. Oh jeetje. Weet ik. Zo, nu niet meer. Nu is het bijna klaar. Maar wat natuurlijk super sick is, is als we hier gewoon een massive glazen pane doen. Waardoor je portal in de verte ziet shinen. Oh, yes. Kijk. Ja, en nu is het tijd hoor. Oké, nu komt de spanning en de sensations. Nou moeten we... Nee, niet uit. Ik was even vergeten dat we een houten hut hebben. Oké, waar gaan we uitkomen? Ben je er klaar voor? Waar gaan we uitkomen? Oh, wacht. Ik heb nog spullen in mijn tas. Nee! Hey, makker. How's leef? Oké, neef. De netter. Nether. Het is eindelijk tijd. Voor de netter. Wow, dit ziet er insane uit. Inderdaad. Ja, ik zei het. Ja, bouw het af. No way, hebben we nu echt het geluk dat we meteen... Ja. Snap je? Ik zit echt te zoeken waar. Oh, waar is dat het? Nee, daar. Oh mijn god. Dat is toch gewoon een stronghold, of niet? Ja, dat is een stronghold. Oh, we hebben echt heel veel geluk in deze server. Ik dacht dat je zoiets zou zeggen, maar... Oh mijn god, is het nou echt... Oh, hebben we geluk. Oké. Ik heb helemaal geen shield, hè? Ja, we moeten sowieso... Ga niet rennen, oké? Blijf lopen. Wat is dat? Is dat een pigman op een kip? Gewoon in de nether. Een pigman op een kip? Ja, kijk dan. Dat is een vieze, verlepte pandabeerman. Wow. Kijk mee, joh. Giza. Dat heb ik eigenlijk nooit gezien. Hij is gewoon lekker rond te tollen, die man. Hij is gewoon het genieten van zijn dagje. Kijk hem chillen op zijn kip. Nice. Lol. Oké, ik ben echt heel erg verleid om gewoon een brug te bouwen naar... Ik gewoon gast. Ik ook, en daar moeten we echt voor uitkijken. Oh, het kan hier zomaar in één krammel voorbij zijn, hè. We moeten echt oppassen. Oh, hoor ik hem nou zo dichtbij? Flinke gast. Oh, en de server lijkt ook een beetje, dan wordt echt rampzalig. Oh nee. Oh, ik zie hem vliegen! Ja, heb je een bow arrow? Een bow arrow? Nee, ja, zeker niet. Ja, niet bij, maar heb ik ze maar wel. Nee, maar hier vliegt hij gek. Oh, we moeten uitkijken. Oh, is het vlieggek. Oké, weet je wat? Ik ga... Zou ik het gewoon doen? Het is wel echt spelen met vuur, letterlijk. Ja, maar die gast die gaat dadelijk vuur schieten, hè? Ja, maar dan... Ik ben gewoon heel snel, oké? Komt-ie. Okay. Oh. Ik ben niet snel, het was een leugen. Oh nee. Oh, kunnen we niet even... Ik voel me nu een klein beetje veiliger. Wat ben jij? Ben je al in de strongel? Oh ja, ik krijg ook een lag. Nee, oké, pas op met lopen. Hou sowieso de kruipknop in, 100%. Hou hem in. Ja, dat doe ik. Ja, okay. Maar dit is heel onveilig. Daarom, ik ben even... Het... breder. Ja, ouwe, wat denk je nou gaan doen, man? Ja. Ik ben helemaal in paniek, ik wil niet doodgaan. Oh. Oh, maar jezus, hé. Dit is niet te doen. Ah, ik ben nooit goed geweest in Super Mario. Dit is ook geen Super Mario. We gaan gewoon naar binnen. Dit is ook gewoon niet binnen. Oh, maar deze stenen zijn wel mooi. Ouwe, oké. Waar is de ingang? Ik ben in spanning meteen mee. Eerlijk, waar is de ingang? We moeten omhoog. Ja, we moeten omhoog hakken, kijk. Oh, het is hier. Ik zie een blaze. Oh, we hebben ook meteen een blaze. Oké. Jij doet het licht, ik doe de shield. Ik heb gewoon een boog bij me. Licht aan de shield. Ouwe, ik heb gewoon een boog bij me. Wacht, die ga ik bewaren. Wow, nee, oh. Nee. Boterham eten. Lekker met ontbijt. Edit. Oh, dat deed helemaal niet zoveel damage. Edit. Ik ga erin. Ik heb geen licht, man. Waar is mijn licht, man? Ja, ik moest ook weg. Al mijn fuck. Ik heb helemaal geen fakkels. Ik dacht dat je fakkels had. Nee, die heb ik niet. Slaan. Hij is dood. We hebben een blaze rod. Oké, hier is het wel echt even pittig in te houden. Wow, ik zie een kistje hier. Ja, doe nou even rustig. En wacht. Hier heb je zo'n skelet. Kom nou terug, verdun! Ja, hier heb je skelet en kistje. Oké, wat ik wilde zeggen, we moeten even voorbereid hier naartoe gaan. Nee, we moeten een aanduiding hebben, zodat we weten waar we geweest zijn. Ja, hier zijn mijn fakkels weg te hakken. En voorbereid hier naartoe gaan. Hoezo? We kunnen gewoon echt wel een beetje sleeën hier. Ik heb helemaal niks. Pro-tip voor de route. Fakkels rechts. Alleen rechts, oké? Oké. Alleen rechts. Zullen we het vervolg op Jamie's kanaal doen? To be continued. Abonneer, B-Rooders. Ik kan gewoon zelf gewoon niet meer praten. Thanks voor het kijken. Check het vervolg op Jamie's kanaal. Misschien gaan we door, misschien niet. Het wordt wel echt epic. Het wordt wel episch. Bam!